Zo doe ik dus ook altijd, onder andere of ik heel goed kan timmeren. Dat komt waarschijnlijk, zeg ik dan, omdat mijn opa zelf een timmerman was. En dit is een deel van het oude gereedschap van mijn opa. Dat moet ik nog allemaal schoonschuren en slijpen. En dan ga ik het netjes ophangen daar met afgetekende silhouetten eromheen. Dus dat alles op zijn plaats hangt, dat de kinderen er ook niet aankomen. Dat ze het in ieder geval terughangen. Het is nu dus een beetje een rommel. Maar omdat ik allerlei dingen in huis ga timmeren, heb ik een houten werkbank gekocht. Dat is deze, houten timmertafel. En toen die kwam was ik zo zenuwachtig, want ik moest hem helemaal zelf in elkaar zetten. Dat er iets mis is gegaan bij de montage van de vringstokken. Kijk, dit zijn de vringstokken. Die kwamen los, die stokken, met vier knoppen, twee bankschroeven, twee stokken. En nu zei het montagevoorschrift dat ik de beide vringstokken moest monteren in de koppen van de spillen. Smeert u zowel de knoppen als de uiteinden van de vringstokken in met houtlijm en laat u na de verlijming het geheel minstens etmaal onder druk drogen. Dus, vringstokken genomen, houtlijm erop, hele snelle nieuwe houtlijm, knoppen erop en toen naar de bankschroef. Ik dacht, dat is fijn, kan ik die bankschroef meteen gebruiken om die knoppen op de vringstokken te laten drogen onder druk. Maar toen kwam ik bij de bankschroef en zag ik dat die stokken met de knoppen erop niet meer door dit draaideel van de bankschroef konden. Dus het eerste wat ik toen gedaan heb met mijn werkbank was een lange schroevendraaier genomen, die hierin gedraaid. Zo gedraaid, de vringstok ertussen en met de kapzaag de koppen van de vringstok afgesneden. Eerst wou ik ook nog twee afsnijden, toen zag ik dat het met één kon. En daarna weer opnieuw gelijmd en een spijker erdoor gedaan, hier. Bij die andere moet ik het nog doen. Kijk, hier is het afgezaagd en die moeten dus opnieuw opgelijmd. Nee, eerst er doorheen, dan erop lijmen en dan de spijker. Dat zal allemaal even wennen. Het eerste grote karwei wat ik daarna heb aangepakt aan mijn werkbank was het inlijsten van tekeningen van mijn vader. Ik vond een boekje in mijn vaders bullen, een schetsboekje voor de hogere burgerschool. Hier staat het, CR van Kooten, 2B, HBS, driejarige cursus, Laan 5 in Den Haag was dat. Zo ging het tekenonderwijs toen nog. Zo zag Nederland eruit. Ik heb ze ingelijst. Kijk. Zo'n poets. Hoort de machet los. Correspondentie. Die waren er toen ook al. Sigaren. Dan kreeg hij een 6 plus voor mijn vader. 6 plus voor deze tekening. Ik heb er vaak over gedacht om uit te zoeken of die tekenleraar nog leeft. En vragen of die man soms een gaatje in zijn hoofd had. Om mijn vader hier een 6 plus voor te geven. Voor deze tekening. 6 plus. Verbeeld zo'n man zich wel. Misschien is die tekenleraar wel dood, maar kan het zijn dat zijn zoon nog leeft en wou ik die eens onder de neus wrijven of die terecht vond dat zijn vader in de tijd mijn vader een 6 plus heeft gegeven voor deze tekening. En deze voor Jantje van Sint-Nicolaas. En dit stofferen blik. Dat was Nederland in 1924, mijn vader was toen 14. Die heb ik ingelijst, maar met de verstekbak. Die verstekken gemaakt en dan krijg je toch nooit die mooie naadloze hoeken. Dat lukte me niet zo best. Komt er eigenlijk op neer dat ik aan een werkbank van 600 gulden sta. Terwijl ik niet half zo goed kan tekenen als mijn vader en ook niet half zo knap kan timmeren als mijn opa. Ik heb er twee geschilderd ook in dit grijs, maar dat valt me achteraf ook erg tegen. Dus dat moet ik eigenlijk weer helemaal af gaan schuren en opnieuw schilderen. Die haakjes, dat klopt ook niet, spijkertjes te lang, krom moeten slaan, karton voorgenomen, gaat bobbelen, spijkertjes houden daar niet in die lijst, dus strak proberen te strekken, niet goed. Kenners zeggen dat ik ook nooit ontspiegeld glas had mogen gebruiken, ook fout. Dus ik ben hier nog wel even mee bezig. Bovendien wordt het nu te koud om hier door te werken. En ik mag niet naar binnen met de werkbank van de vrouw. Dus dat zal wel volgend voorjaar duren. Dat het allemaal weer af is. Maar wat ik deze winter wel wou gaan doen, dat heb ik waarschijnlijk van mijn oma, dat ik dat zo goed kan, is wat meer gaan koken.